Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons op Amsterdam FM of natuurlijk later via je podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook via de pagina van Mr. Motley. Dat is zeer de moeite waard, want behalve Charlotte Mutsaars is hier als tweede kunstenaar Inge Aanstoot aanwezig. Zij luistert naar het gesprek en ze gaat er schilderend op reageren. Je ziet het hier voor je ogen ontstaan als je naar de livestream gaat, tenminste. En helemaal aan het eind van het uur schuiven Sanne Rietveld en Thijske Akerboom aan. Zij halen geld op voor een tentoonstelling die zich laat lezen als een immens diorama. 5 stalen frames met daartussen 4 verschillende installaties. En ze moeten nog een lasser betalen om die frames te maken. Daar gaan ze voor crowdfunden. Dat dus aan het eind van het uur. Maar eerst met heel veel plezier Charlotte Mutsaars. Na als docent Nederlands gewerkt te hebben, verlegde ze haar pad naar het maken van schilderijen en grafiek en gaf meer dan 10 jaar les aan de Rietveld Academie. In 2000 was er nog een grote solotentoonstelling van haar beeldend werk in Museum Arnhem, maar toen was ze al gestopt met schilderen en had ze besloten om zich alleen maar te wijden aan het schrijven van romans, essays en verhalen. Ze ontving in 2010 de PC Hoofdprijs voor haar proza en bracht na 7 jaar noeste arbeid afgelopen herfst de roman Harnas van Hansaplast uit. Een ontroerend boek over broer Barend, die na een eenzaam en teruggetrokken leven dood wordt gevonden. In niet al te chique omstandigheden moeten we erbij zeggen, namelijk in het zwaar verwaarloosde ouderlijk huis van de Mutsaars aan de Nieuwegracht in Utrecht, en slechts gekleed in een nieuwe pyjama-jas en omringd door stapels porno. Charlotte, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. In het boek ruimt de verteller met haar zus de zwaar vervuilde ouderlijke woning op. Ik zeg maar vertellen, of moet ik jou zeggen? Ja, die, wat je wilt. Die wil je niet samenstellen natuurlijk, dus de schrijver en de verteller. Dat is niet per se zo. Oh, maar dat mag je wel. Voor het grootste deel valt het wel samen. Oké, gelukkig. Nou, dan gaan we dat in deze uitzending doen. Je creëert eigenlijk een podium voor het levensverhaal van Barend. Hè? Voor zover dat kan, leren we hem kennen. En aan de ene kant zijn daar zwaktes. Overal dikke lagen stof. Een zolder vol vieze kleren, omdat hij nooit waste, maar alles vies op de grond gooide. En het feit dat hij kinderporno heeft. Aan de andere kant zien we ook zijn intelligentie. Dus de literaire kwaliteit van zijn kattenbelletjes. Een heel groot zelfbewustzijn. Slimme geest. Ik dacht na het lezen, het is eigenlijk een beetje alsof je door dat boek te schrijven hem geholpen hebt om toch nog naar buiten te treden. Hij is nu in de wereld. Ja, is ook zo. Is dat de reden ook dat je het wilde schrijven? Ja, als iemand die ik toch heel bijzonder vond. Zo onopgemerkt voorbij gaat. Heeft dat toch iets heel triest. Ja. En ik vond hem de moeite waard, zozeer de moeite waard om gestalte te geven. En als het je eigen broer is, speelt dat nog extra. Want hij heeft toch min of meer dezelfde omstandigheden geleefd. En het is dus tevens de zoektocht ook naar onze jeugd en hoe we leefden. En, je vraagt je toch altijd af als er zoiets gebeurt in het gezin waaruit je komt. Hè? Waarom hij wel en waarom ik niet? Hmm. Heb je daar antwoord op gekregen? Want dat is natuurlijk nee, daar heb ik eigenlijk vraag. Geen antwoord op gekregen. Nee. Dat zou ik ook niet weten. Maar wat ik dus wel denk. Dat is echt een heel erg getalenteerde jongen. Hoor. En wat ik wel denk. Wat ik wel zeker weet, is dat er maar zo'n dingetje in je leven hoeft te gebeuren. Of het gaat helemaal mis. Wat zou dat in zijn geval zijn? Is dat zijn slechte gebit? Want het een heel slecht gebit? Misschien in zijn geval is het geen dingetje. Hmm. Zijn het allemaal dingetjes bij elkaar. Maar dat hij zijn gebit verwaarloosd heeft. En dat hij dat niet kon uitleggen. Dat is ook een onbegrijpelijk fenomeen. Dat kan je niet voorstellen. Nou ja, dat heb ik uitgebreid beschreven. Maar het rare is, bij de meeste mensen die dan vertrouwelijk met je worden, die zouden dan zeggen, nou, ik heb heel veel angst voor de tandarts of ik dit of dat. Of... Mm-hmm. Nee, dat was het niet. Zodat ik ben gaan denken, dat gebit was iets waardoor hij zich voor zichzelf helemaal manifesteerde.
Ik heb een tijdje geleden, hoe heet die journalist ook weer, interviews gezien met anorexia-patiënten. Hmm. In die in inrichtingen zaten. Hoe heet die nou? Wat is het, een Amerikaan met zo'n bril die altijd... Louis Theroux, bedoel je? Juist, ja, die okay. bedoel ik. Ja. Nou, die had anorexia-patiënten. Het was een hele interessante uitzending in twee delen. En dat begreep ik nu voor het eerst. Want ik zei gewoon, ik had op de Rietveld ook een keer een leerling die anorexia-patiënt was. En toen zei ik, die zei, ik heb anorexia. Ik zei, dat heb jij niet. Als jij een boterham eet, is het over. En weet je, daar heeft ze me trouwens later heel erg voor bedankt. Dat had nog nooit iemand gezegd. Maar die Theroux in die inrichting dus, die sprak met die mensen. En daar bleek ook gewoon dat zij hun anorexia koesterden. Het was een identiteit geworden. Nou, en toen heb ik gedacht, dat deed mijn broer dus met zijn tanden ook. Maar ja, vraag me niet welke psychologische gronden er allemaal bij liggen. Dat is ingewikkeld. En hoeveel lol... lol is natuurlijk een rare term. Maar wat heb je eraan om dat zo te doen? Want het heeft hem tot een kluizenaar gemaakt. Ja, niet alleen dat, hè. Ja. Dat weet ik niet. Je weet nooit wat het eerste was. Ja. Dat iemand zich al verwijderd voelt van andere mensen of van de samenleving. En dat weet je nooit. Je weet nooit van alle dingen die samenwerken om jou daartoe te leiden in de situatie waar hij was. Je weet nooit wat het eerst was. Dat weet je niet. Jouw eigen levensverhaal zit ook heel mooi in dat boek. Tegelijkertijd schets je in welke omstandigheden hij opgegroeid is. Ja. Er zitten inderdaad veel parallellen in. Bijvoorbeeld in een soort van literair talent wat jullie allebei hadden. Hij schrijft hele korte kartenbelletjes. Hele mooie 2-3-regelige zinnen. Masturberen is ook werk. 3 à 4 keer per dag, 1,5 uur of langer. Dus haakjes soms erbij. Dat is een mooie observatie, hè? Masturberen is ook werk. Ja. Dat hoor je niet zo vaak, hè? Want werken voor het geld... Dat de werkeloze dat zegt. Masturberen is ook werk. Maar ja, goed, behalve vrij geestig. Toont het ook wel aan hoeveel tijd hij eraan besteedde. Ja, hij nam het serieus. Ja. Ja. Want hij is gevonden tussen de stapels porno, hè? Ja, dat was echt een dagbesteding eigenlijk. Ja. Het zegt ook iets over het zelfbewustzijn wat hij had. Nou, dat is niet zijn hele dagbesteding. Hè? Hij las zich echt de pletter. Hmm. Als je besprak ook het alles gelezen. Joh, dat is ongelooflijk. Ja. En kilo's boeken ook. En goed, hè? Goed gelezen ook. Hoe heb je dat gevonden? De aanmerkingen of zo in de boeken? Zo kwam je erachter dat hij het goed las? Dat ik gewoon een zwik boeken mee heb genomen. En ontdekte dat die allemaal geannoteerd waren. Ik doe het zelf trouwens ook, dat ik gewoon in boeken schrijf. Sommige mensen vinden dat het niet kunnen of zo. Hè? Okay. Of doen met potlood. Maar ik schrijf ook keihard met een bolpoint ernaast. En wat schrijf je dan? Hoe lelijk, hoe mooi. Ja. Ja, wat moet je nou weer... Dat weet ik nou niet precies te zeggen. Dat hangt van de passage af. Hè? Hmm. Maar praat je dan tegen de schrijver? Of zijn het notes voor jezelf, als het ware? Ja, voor mezelf ook wel. Of als je heel erg opvindt dat je vindt dat het... iets helemaal niet deelt of zo. Ja. Maar ook als je het heel, heel erg mee eens bent. Misschien dat jouw broer ook voor zichzelf schreef. Over zijn gebit schreef hij meer mensen tanden zoals ik. Met een vraagteken. Of etalage gebitswinkel bekijken. Ja. Bijna als soort geheugensteuntjes voor zichzelf. Of zo ja, van, ik, dit zou, is, dit ik is kan het niet zeggen. Nee. Maar ook daar, hij was ook iemand die bij alles ad fundum ging. Dat ken ik ook wel. Dus alles helemaal uit wou zoeken. Elke... alles wat hem overkwam, helemaal uit wou pluizen. Het was niet iemand die zich op een oppervlakkige manier liet gaan. Helemaal niet. Hij wist precies wat hij allemaal kon krijgen van zijn verwaarlozing van zijn gebit, van te veel masturberen. Ja, geen ruggenmergkanker, maar het is niet zo best voor je hart als je toch al een zwak hart hebt. Ah, oké. Ja. Zo had ik er nog nooit naar gekeken.
Nou ja, ik weet ook niet of jij dat haalt. 3 à 4 uur per dag. Nou, dat wordt toch wel ja. iets in twijfel. Nou ja, goed. Ik weet niet of. Nou ja. Je weet niet of ik het haal, hoe bedoel je dat? Ik bedoel, dat, of je dat aantal uren haalt al rukkende. Ja, nee. Je hebt wel wat anders te doen, dacht ik. Ja, dat is waar. Nou, dat bedoel ik. Dat is waar. Ik bereid wel eens een uitzending voor. Ja, je hebt gelijk. wat mij ook zo trof aan die kattenbelletjes, en het zijn er nog veel meer. Hè, het is een hele lange rij achter elkaar. En daardoor schets je ook een portret van iemand. In zijn eigen woorden nog wel. Wat natuurlijk ook best bijzonder is in dit geval. Ja, misschien moet ik even vertellen voor mensen die het boek niet gelezen hebben. Dat het hele huis onder de kattenbelletjes lag. Ik bedoel, stapels, dozen. Die beschrijft die broodtrommel die helemaal vol zat. Dus hij schreef gedachten en gevoelens op hele kleine briefjes. En nou ja, dat vind ik niet zo gek als je nooit iemand ziet om dat te doen. Hè? Maar wat wel merkwaardig is, dat je het bewaart. En dan denk je toch, voor wie nou in godsnaam? Ja. Ja. Maar wat was jouw vraag nu? Nou, ik ben eigenlijk benieuwd. Denk je dat hij daarmee een gesprekspartner wilde scheppen? Ja, dat dacht ik. Ja. En omdat hij ook haast al die zinnen die hij opschrijft, die zijn in de bevestigende vorm. Dus er zit geen inversie in. Wat je bij, maar toch staat er een vraagteken achter. En dat is, dan zijn ze bevestigend en vragend tegelijk. Ja. Wat jij net ook zei, welke zin gaf je ook weer als voorbeeld? Meer mensen tanden zoals ik, ja. Een vraagteken. Of ja. Etalage gebitswinkel bekijken. Ja, bekijken. Ja, dat. Ja. Er zit ook een soort eenzaamheid in. Ja, heel erg. Een hele tragische. En twijfels. Zal ik het nou doen? Zal ik het nou niet doen? Dat ook allemaal. Ja. Er spreekt ook schuldgevoel uit. Bijvoorbeeld behoefte aan thee of koffie tijdens activiteiten. Dubbele punt, teken dat ik er niet genoeg in opga. Of boeken over verliefdheid lezen. Eigenlijk zou je kunnen, stel ik me in ieder geval iemand voor, die continu met een helikopterblik naar zichzelf kijkt. En over te veel kleine dingen misschien wel nadenkt. Of daar te zwaar aan tilt. Wat bedoel je met een helikopterblik? Vind ik wel een leuke uitdrukking, maar ik weet niet precies wat je ermee bedoelt. Alsof je van bovenaf, vanuit je eigen lichaam naar jezelf naar beneden kijkt. Zo van, wat ben ik eigenlijk aan het doen vandaag? Ja. Hij observeert zichzelf. Ja. Ja, en Dat geeft heel blijk van een groot bewustzijn, dacht ik. Ja. Zelfbewustzijn, misschien te veel of te veel meer dan goed voor je is. Maar dan is er ook nog die kinderporno die hij had. Die kinderporno is er maar. het was gewoon porno, hè? Oh, porno. Oké. Okay. Maar er staat kinderporno in het boek? Ja, dat heb ik dus erin gezet. Stom genoeg. Ja. Omdat het meteen hijsa. Nou ja, goed. Hoor eens. Dan kan je zeggen, waarom heb je dat gedaan? Ik weet niet wat er allemaal zat. Er was zoveel porno, maar ik heb eigenlijk in ieder geval, wat ik kinderen noem, misschien een paar 17-jarigen of zo, dat weet ik niet. Jonge mensen zaten er wel tussen, maar geen kinderen. Kinderporno vind ik dus echt kinderen. Kleuters of... Ja, dat vind ik kinderen. Oké, dus jij hebt eigenlijk... Je dacht eigenlijk, dit zijn hele jonge meisjes. En daarom gebruik ik het kinderporno. Nee, ik heb het erin gezet. Kijk eens, ik heb wat hem betreft... zoals ik hem neerzet, ook die notities... Die heeft hij allemaal geschreven. Dat is dus gewoon allemaal waar. Maar ik had als schrijver en als zus van hem, wou ik in ieder geval niet het idee hebben dat ik nou de goeie ben en hij de slechte. Begrijp je? Dat vind ik verschrikkelijk. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik ga me ook een beetje compromitteren. Okay. Door kinderporno te verkopen. Ja, precies. Want ik had geen idee dat iemand, maar ja, dat was eigenlijk vlak voor die MeToo-tijd uitbrak. Er zat al gewoon iets in de lucht. Ja, je kan helemaal niks meer maken. Nou, discussie wil ik ook helemaal niet bepraten. Nee, maar het heeft me wel heel erg verbaasd. Zeker omdat het
schrijvers weten hoe een boek ontstaat. Kijk, als er andere mensen waren geweest, had ik me nog voor kunnen stellen. Maar kijk, dan is het kwade opzet. Dat is het slechte ervan. Ja. Heel even dan toch misschien schetsen wat er, kort wat er gebeurd is. In het boek staat, ik vond kinderporno en ik heb het verkocht in plaats van te laten vernietigen. Daarna was er een interview in Volkskrant Magazine. Daar zei je inderdaad, om de roman niet af te vallen, ik heb het verkocht. Nou ja, zij vroeg dus, wat zei ze ook weer, je hebt die porno verkocht of zo, ja. En dus toen zei zij nog een keer, echt... Weet je, ja, dat moet je ook eigenlijk nooit vragen aan een schrijver. Echt. Nou, en ja, toen zei ik dus... ja, mag ik ook eens een keer slecht zijn? Of ik maakte er maar gewoon een grapje over. Mag ik ook eens een keer immoreel zijn? Zoiets zei ik. Ah, ja. Nou, jongen. Dan staat het zwart op maar ja, goed. Weet je, het heeft wel... Ik vind het wel heel erg belangrijk als kunstenaar dat je... Ja, van mij mag iedereen alles zeggen, alles tekenen, alles beweren... Sowieso, al zou het waar zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Dan denk ik nog, dat maakt het boek niet beter of slechter. Wat zitten we nou te... Maar dat is nu ook een tendens, hè? Om boeken te lezen op... Ja, deugt het beeld van de zwarte wel die erin voorkomt? Of zulke dingen. Maar dat soort dingen maakt een boek niet goed of slecht. Dat is een hele verkeerde insteek om zo bezig te zijn. Ja, precies. Maar de ophef ontstond denk ik door het interview. Hè? Dus dat is de wereld buiten het boek als het ware. Buiten het boek. Ja, en door schrijvers die het boek niet hadden gelezen. Juist. En daarvan heb je gezegd, daar ben je op teruggekomen. Je zei, ik heb dat niet verkocht, het is vernietigd. Ja. Dus die zaak nee, afgedaan. Ik heb gezegd, ik heb er geen kinderporno tussen gezien. Ah. Dat is het punt. Oh, ja. Ik heb er geen kinderporno tussen gezien. En, maar dat is... ja. Is het er dan ingeschreven omdat je inderdaad zei... zoals je ze net zei, ik wilde mezelf compromitteren? Ja. Dat vind ik ook heel normaal. Ja, leg eens uit. Waarom is dat normaal? Nou, omdat je anders... Ik kan zo'n hele... Ik geef een beeld van mijn broer. Ik kan het helemaal sturen. Ik kan mezelf de hartstikke sympathiek... en dit en dat maken. En hem helemaal laten afgaan of zo. Maar bovendien, ik heb hem ook niet laten afgaan. Ik vind het ook helemaal niet erg als iemand zoveel tijd aan pornografie besteedt. Aan mij is het niet besteed. Ik vind er gewoon niks aan. Ik zit heel anders in elkaar. Ja. Dat doet mij helemaal niks. Nee, precies. Nee. Dus je wilde eigenlijk een soort van balans in het boek aanbrengen? Of in ieder geval een soort rechtvaardigheid of zo, ja. Want, kan je dat begrijpen of niet? Zeker. Ja, zeker, dat want is, jij dat hebt is, de macht als schrijver. Ja, bepaal je kan dus... en het en ik had dus ook me voorgenomen om alles wat ik over hem verder vertel... is gewoon, ik ga niet... die meesterlijke brief die hij aan zijn striphandelaar schrijft... die ga ik dan ook niet mooier maken. Want die is gewoon perfect, zoals hij die schrijft ook. En dat zou ik ook niet doen. Omdat ik juist zijn sterke kanten ook wou tonen. Ja. Ja, in je inleiding zei je ook iets, of waar je de verhouding slecht en goed aankaart. Mm-hmm. Goede kanten. Goede kanten. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet verbazend dat iemand en hele goede slechte kanten heeft. En hele goede en hele slechte kanten heeft. Dat is altijd weer die vraag, weet je wel. Hoe kan het nou dat de nazi-misdadigers thuis Bach en Mozart draaiden? Hoe is dat nou toch mogelijk? Nou, net of dat je een heel goed mens moet zijn om van kunst te houden. Nee, precies. Dat is ook heel vreemd. Daar bots ik nou al mijn hele leven tegenaan. Ja. Nou, zo'n soort raar mensbeeld. Ik noemde het omdat het juist een compleet mensbeeld geeft. Dus het zijn zowel de goede als de slechte kanten. Nee, dat begrijp ik ook. Dus dat zit in elk mens. Of je die nou overwegend goed of overwegend kwaad noemt. Ja, en de ene is best wat kwaader dan de andere. Dat kunnen we wel zeggen. Waar. Dat is ook weer waar. Als we even uitzoomen en het over het schrijfproces hebben. Kun je eens uitleggen wat voor jou de waarde van het schrijven is? Waarom doe je het? Ik las nu bij het recente overlijden over, Renate Dorrestein, las ik dat men zei, het is een schrijfster of een schrijver, zegt ze, met een missie. Toen dacht ik, vertel dan even wat die missie is. Nou, dat was in haar geval feminisme of zo. Maar...
ik denk dat toch mijn eerste missie is om een kunstwerk te maken. Een boek is een kunstwerk, als het goed is. Zeker. En de tweede kant ervan is dat je het graag doet natuurlijk. En dat je... ik heb het idee dat ik een visie op bepaalde dingen wil geven die ik niet zo vaak tegenkom. Dat dingen anders liggen dan... Ik bedoel, het is niet speciaal. Ik ga tegen draad zijn. Maar het gaat erom dat als je heel veel dingen heel vreemd vindt, dat je graag de andere kant wil laten zien. Dat je het wil omkeren. Hoe zou je die vraag in relatie tot Hannes van Hanzeplast beantwoorden bijvoorbeeld? Wat wilde je daar omkeren? Nou ja, ik ben er wel van overtuigd. Ik hoorde hoe er over mijn broer gesproken werd. Op een heel banaal, een paar mensen die er dan van wisten, op een heel erg banale manier. In de zin van een niets nut. Weet je, dat soort dingen. Nou, en dan dacht ik, ja, kom. Hey, echt waar, als ik weet dat nou ja, al de meeste mensen, als ze maar met hem gesproken hadden, zouden een waanzinnig interessant iemand hebben gevonden. En dan denk ik, dat klopt iets niet om dat zo snel te oordelen. Ja. Dus de omkering was in het beeld wat men van hem had. Ja. In de bundel Bond heb je ook geschreven: literatuur moet ook toegang tot het leven verschaffen. En wat voor mijzelf altijd een raadselachtige kwaliteit van goede literatuur is, is dat je leest over subtiliteiten, over details, over hersenkronkels, waarvan je weet dat ze er zijn, maar je hebt ze nog niet onder woorden gezien. Of ze hebben nog geen vorm gekregen. En goede literatuur doet dat volgens mij. Dat hoop je in ieder geval als schrijver. Ja. Ja. Wat zou jij zeggen dat de dingen die jij beschreven hebt, die dus een lichaam geeft op papier, wat gebeurt er met die dingen? Kijk je daar anders naar? Ikzelf? Ja. Nee, ikzelf niet. Maar ik hoop dat ik iets verschuif in de blik van de ander misschien. Ja. En dan zou je zeggen, wat heb je daar nou aan? Nou ja. Heb je dit aan dat er misschien mensen de dingen ook eens omgekeerd gaan bekijken? Maar voor jouzelf, als je ze opschrijft, dan veranderen die. Dat zijn twee gescheiden werelden: de wereld van de roman en de echte realiteit, om het zo maar te zeggen. Je zou kunnen denken, daar zit ook nog een verbondenheid in. Ja, maar er zit toch ook een verbondenheid in? Nee, ik begrijp niet helemaal wat je nu vraagt. Misschien, stel je hebt, als je zo je jeugd beschrijft. Ja. En dat hele proces heb je achter de rug. Daar werk je 7 jaar aan zo'n boek. Is dat door het opschrijven veranderd in je herinnering? Of kijk je er nu anders tegenaan? Nee, ik kijk er niet anders tegenaan. Oké. Okay. Dus dat is er, dat was er, maar het is nu... Ja, ik ben me bewust dat ik... Maar dat geldt eigenlijk voor wel meer boeken. Dat ik... Weer een paar jaar aan een boek Hannes van Hanzeplast. Een nieuw Hannes van Hanzeplast, deel 2. Dus zou ik precies hetzelfde thema hebben en weer helemaal anders. Oh ja. Dat is wel een mooi idee, hè? Maar die tijd voor leven heb ik niet meer. Dat is een stomme. Ja. Dus ik wil nu wel een ander boek schrijven. Maar dat had ik bij Ragels Rokje ook, een roman van mij. Ik dacht, dit wat je nu vertelt, dat kan je nou in een minstens zo dik boek ook weer helemaal anders vertellen. Die liefdesgeschiedenis. Mm-hmm. Ja. Dat komt omdat er als je een boek schrijft, zoveel gebeurt er in je hersens, dat je kan uit zoveel kiezen. Zoveel mogelijkheden. En ook elke zin is alleen al op duizenden manieren vorm te geven. Dat je horendol wordt, hè. Op een gegeven moment, daarom is als het boek er ligt ook wel echt een wonder. Dat het überhaupt tot een boek gekomen is. Maar ik ben me altijd bewust dat het elk boek dat ik gemaakt heb, zou weer helemaal anders kunnen zijn. En wat zijn dan de ingrediënten die daarop inspelen? Je hebt natuurlijk alle mogelijkheden van de taal, zoals je die net beschreven. Elke zin kan op 1000 manieren. Ja, maar ook de opbouw van het boek en ook...
Ja, ook gewoon de inhoud. Dus als je ziet wat ik allemaal heb laten liggen, nu over mijn broer. Zo ontzettend veel. Bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik nou niet zo gauw op de... Ja, ik ben al in 2002 een keer met het boek begonnen, hè, de aanzetten van... Nou ja, die mappen heb ik nog eens doorgenomen. Ongelooflijk. Dan dacht ik, wat heb ik veel dan niet ingedaan. Maar ja, dat maakt nou niet uit. Dat is het boek en klaar uit. Ja, het moet ook een keer, ja. Moet een keer een punt achter. Je hebt ook een keer gezegd... Fictie is niet het verzinnen van verhaaltjes. Fictie is voor mij het vormgeven aan de beleving van je leven. Vond ik mooi geformuleerd. Aan hoe je de dingen beleeft. Ja. Ja, je ervaring. Bedoel je daarmee het veranderen van de blik? Hoofdzakelijk van de lezer, maar... Of gaat het ook voor je eigen leven gelden? Ja, dat is sowieso het belangrijkste. Hè? Hoe je de dingen beleeft en ervaart. En daarin kan je helaas niet zo... Nou ja, helaas, het is niet altijd helaas. Maar daarin kan de mens niet zoveel veranderingen brengen. Zit maar eens in een gezelschap waar heel hard gelachen wordt. En jij vindt het stom. Dat is nooit leuk, hè? Nee. Maar dan kan je er geen verandering in brengen. Maar je vindt het vervelend om je te ergeren. Want erger is ook weer niet echt iets waar je zelf om prijst. Dus dan ga je proberen te begrijpen waarom mensen daar zoveel lol om hebben. Maar meestal kom je helemaal geen stuk verder. Denk je niet, ja, en ik begrijp dat toch wel, of zo. Mm-hmm. Nou, en zo is dat met heel veel dingen, naar mijn idee. En als je te ver, met je ervaring, zoals mijn broer, als je te ver van de mensen afraakt, dan heb je geen contact meer. Mm. Maar je dient je toch af te vragen, waarom had hij geen contacten? Hoe komt dat dan? Nou, omdat zijn manier van beleven te particulier was. Het moet gewoon wel het geval zijn. Mm-hmm. Een te grote ernst, te groot perfectionisme, dat soort dingen. En als we die vergelijking doortrekken naar het schrijven, wat je net zei, je zit in een gezelschap waar mensen hard lachen om iets waar jij niks aan vindt. Is schrijven dan het in ieder geval het onder woorden brengen van wat er gebeurt met in ieder geval nog het doel dat er iets moois uitkomt, dat er een kunstwerk ontstaat? Ja, wat bedoel je met die link met die lachende mensen? Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat je dat het leven niet altijd aangenaam is, maar door het te bestuderen en zoals je bij de lachende mensen erachter wil komen, waarom lachen zij eigenlijk zo hard? Dat is schrijven natuurlijk ook. Dat je de wereld probeert te vatten. En dan kan het helpen, bedoel je? Ja. Geloof ik ook wel. Als je iets heel akeligs... moeilijke gevoelens en al die dingen... en strijd en angst voor de dood en al die dingen... onder woorden kunt brengen en analyseren dat je... Ja, troost is misschien een groot woord... maar dat het wel kan helpen, ja. Denk het ook wel. Je schrijft nu meer dan 20 jaar, geloof ik? Ja, ik ben er rond mijn 40ste begonnen. Ja. Dus. Wat zou je zeggen dat in jouw leven het meeste soelaas heeft geboden? Op welk onderwerp? Gaat het dan om de dood of gaat het om angsten? Of? Nou, puur het schrijven zelf. Ik vind het heel fijn om een paar uur per dag helemaal met jezelf alleen te zijn. Dat wordt ook wel eens onderschat hoe leuk dat is. Dat is heel erg leuk. Ja. Achter je laptop te zitten en dingen uit te vogelen en zo. Dat vind ik echt geweldig. Dan heb je niemand anders nodig. Op dat punt liever niet zelfs. Dan zie ik toch een soort verwantschap met je broer. 3 à 4 uur per dag achter de laptop. Nou ja, dat vind ik toch wel iets anders hoor. Ja? Nou ja, dit is toch ook een vorm van het prettig vinden dat ja, je alleen... Ja, maar ik ja, maar goed, kijk. Ik ben natuurlijk getrouwd. We hebben een hond. Ik vind dat al heel veel sociale contacten. Ja, zeker. Ja, zeker. Het is niet... Maar ik ben niet iemand die nou dol is op grote feesten of zo.
Toen heb ik, ik ben dus het best adieu. Ja. En à trois in dit geval, we gaan eens even kijken wat Inge aan het doen is. Inge, pak de microfoon er even bij als je wil. Yes. Wat ontstaat er onder je handen? Nou, ik ben een schilderijtje aan het maken. Ook zie je pieta-achtige toestanden. Ja, het zijn een beetje twee pieta's geworden. Eigenlijk twee vrouwen, een beetje zelf. Ja, ik werk heel vaak vanuit een soort zelfportret of alter ego's. Maar dat idee kwam een beetje op omdat wat jullie hadden over dat ben je als schrijver ook automatisch de ik-persoon. En dat het, ja, dat kan of dat kan niet. En daar ben ik in mijn eigen werk ook veel mee bezig. Dus ik ben begonnen met twee figuren die eigenlijk in een soort tegenovergestelde vorm. Ja, ik kan misschien wel even laten zien. Dat is misschien makkelijker. Oh ja. Waarbij ja, de een wel gekleed en de ander niet gekleed. En de man in de armen ook een beetje een tegenstelling is. Maar er ook een hoop overeen komt. En ik ben ook nog een gebit begonnen. Maar ik weet nog niet of die blijft. Ik heb een fascinatie voor tanden en hoe je daarmee omgaat. Mooi. Ah, okay. Dus dat kon ik niet laten. Maar ja, ik weet nog niet. Ik heb een hoop dingen ook opgeschreven. En dat komt er misschien ook nog in. Maar voor nu vind ik die twee gespiegelde figuren die eigenlijk heel erg hetzelfde en heel erg verschillend zijn. Dat vind ik, ja, daar ben ik tot nu toe mee bezig. Ja, heel mooi. Het ik vind het ook mooi. Wist je overigens dat ik heel veel pieta's heb geschilderd? Ja, dat wist ik ook wel. Oh, maar dat wist je wel. Ja, dat had ik niet van tevoren eigenlijk uitgedacht, zeg maar. Maar dat, dat heeft er wel een beetje mee te maken. Ja, wel. Ja, maar ik vind dat zelf ook een heel fascinerend, enorm fascinerend onderwerp binnen de kunst, maar ook binnen de geschiedenis. Absoluut. En hoe dat absoluut behandeld is in verschillende kunstvormen. Want wat ik het bijzondere eraan vind, meeste moeders zitten met een klein kind op schoot. Ja. Het is zo fascinerend wat jij daar nu ook hebt. Met een volwassene op schoot. En het is, je ziet het heel vaak als je het in de kunst ziet, omdat het zo'n bekend beeld is. Heel veel mensen staan niet bij stil hoe raar het eigenlijk is. Ja, het is heel bijzonder beeld. Als je het dan op een hedendaagse manier neerzet, dat best wel eens, oh, dat is eigenlijk heel raar. Ja. Vandaar dat ik het graag even gelezen heb als onderwerp. Heel mooi, ga er vooral mee door. En aan het eind van de uitzending komen we weer bij je terug om te kijken hoe die wat erbij gegroeid is eigenlijk. Die omkering, nou, dan zijn we meteen bij mijn volgende vraag. Want Charlotte, in het boekenprogramma hier is Adriaan van Dis, zong je een liedje achterstevoren, hè, in een groen knollenland. Een van je getekende emblemen heeft het onderschrift van alles wat men u ooit leerde geldt evenzeer het omgekeerde. Dus dat omgekeerde, dat zei je natuurlijk al, daar heb je iets mee. Dat vind je belangrijk. Een belangrijke denkoefening. Denk. ja. Nee, inderdaad. Vooral in een, kijk, we leven nu toch een beetje in de tijd dat er allerlei bewegingen zijn die, hoe moet ik het zeggen, die bijna modieus zijn. Dat het mode wordt. Dat is niet altijd zo geweest. Leg eens uit. Nou, ik vind MeToo vind ik een mode. Ik zeg niet verder dat het waardeloos is of wat dan ook. Maar er zit een modieus aspect aan. Iedereen wil omdat opeens iedereen meedoet. Mm-hmm. En iedereen zijn zegje gaat doen. Weet je, waarvan je denkt, nou, had het eens eerder gedaan. Of, maar het is dus, het heeft een modieus aspect. Mm-hmm. En zo zijn er wel meer dingen. Dat is ook iets wel een beetje raars van deze tijd, vind ik. En dan dat er gauw mensen achter iets aanvliegen. Maar kijk, de toverwoorden van nu zijn ook samen. Bruggen slaan. Ze noemen nog eens een paar. Verbinding. Mm-hmm. Mooie termen toch? Ik weet het niet hoor. Ik weet niet. Ik vind het, nou, een ander moet ze niet zo aan je opdringen. Ik verbind me helemaal niet met iedereen. Geen zin in. Ook geen brug naar iedereen. Geen zin in. Jij wel dan? Nee, ik ook niet. Nou dan. Maar dan helpt de omkering daarbij. Om als je denkt, dit is een mode, om dan de andere kant op te gaan denken. Ja, dat denk ik wel. En dat wil, ja, dat denk ik dat het heel, heel, heel erg goed is. Of niet speciaal dat het helemaal om wordt gekeerd, maar dat je
Ja, ik vind wel, alles bestaat toch ook via zijn tegendeel. Je kan niet iets gemeen noemen als je het goede niet kent. Dat kan niet gewoon. Dus we hebben die tweedeling hebben we gewoon nodig. Nou, dan zou dus als het goed zijn op een bepaalde manier in de mode komt, dan zou je moeten denken, dat kan een andere manier een andere manier zijn die helemaal niet slechter is om te leven. En misschien is die wel beter voor de kunst dan al die gelijkheidsworst. Dat zou toch mogelijk zijn, nietwaar? Zeker. En dat is het ook heel lang geweest. Dat beeld, het iets... Ja, dat kunst zijn. Toch heel veel met individualiteit te maken heeft. Maar we zitten nu op weg dat kunstwerken ook heel erg beoordeeld worden naar de correctheid van de denkbeelden die erachter zitten. Of het engagement of wat dan ook. Ik ben niet tegen engagement. Ik bedoel, in Koetsie Herfst zit ook best wat dierenengagement. Het moet in de eerste plaats een boeiend en goed geschreven boek zijn met problematiek die ook wel herkenbaar is voor mensen. En dan hoeft het niet modieus. Ik hou ook niet van zo'n uitspraak: Amsterdam is een lieve stad of lieve mensen. Wat is dat dan allemaal voor onzin? Wie zegt nou zoiets raars? Dat is toch niet je ervaring? Er zitten lieve mensen in, ja, godzijdank. Maar toch niet iedereen. Maar je kan ook denken, zo'n voormalig burgemeester van de Laan wil de lieve kanten van een stad benadrukken. Ja, het is een zwamneus. Het was een zwamneus? Ja, dat vind ik niks. Okay. Dat vind ik echt niks. Nee. Dan moet je gewoon zorgen dat de lieve kant van mensen kans krijgt om naar boven te komen. Dat is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Maar daar werken ze dan niet aan. Als er te veel mensen zijn die ontevreden zijn, dan komt niet je liefste kant naar boven. Nee. Er zit een hele mooie scène in Harnas van Hansaplast. Als jij voor het laatst met je vader praat, wat voor het laatst blijkt te zijn in ieder geval. Ja. Hij vertrouwt je toe dat het leven om zelfredzaamheid gaat. En dan helemaal niks en dan zachtheid. Ja. Leef jij ook zo? Dus die zelfredzaamheid, staat het bij jou? Nou ja, voor zover ik het kan, vind ik het wel heel erg belangrijk. Ik ben juist ook wel heel erg afhankelijk van mensen. En in de liefde ben ik ook heel erg afhankelijk. Dus ja. Maar aan de andere kant ben ik ook wel zelfredzaam, ja. Ik vind het wel een heel belangrijk iets. Dat je het probeert. Maar je moet het maar kunnen. Je moet het door je karakter kunnen. Je moet het door je vitaliteit kunnen. Het moet allemaal aanwezig zijn. Hè? Scherpzinnigheid. Allerlei dingen zijn er voor. Je kan niet zomaar zeggen, ik ben zelfredzaam. Het kan ook een houding zijn. Hè? Een levensinstelling. En past het dan bij wat je net zei, dat je die weg wil met die eenheidsworst? Dat iedereen toch ook vooral zijn eigen visie moet blijven uitspreken? Ja, maar dat zeker. Dat zeker. Want daar is, je zou toch zeggen, daar is niet zoveel moeite voor nodig. Maar ja, als de dwang van de maatschappij tot bepaalde dingen te groot is, dan gaan mensen zich inhouden. Dus dan hoor je niet zoveel. Ja, ik leef nu al zo lang. Ik weet gewoon dat er in bepaalde tijden veel straffere dingen werden gezegd dan nu. Dat is gewoon zo. Ik zeg ook niet dat het beter is. Maar het is wel zo. Vind je dat niet? Dat vind ik interessant. Dat is heel interessant. Ik leef misschien nog niet lang genoeg om dat meegemaakt te hebben. Dat is echt zo, hoor. Ja. Dat is echt zo. Wat... Als we kijken naar hoe dat beter voor ons zou kunnen zijn, heb je daar misschien een voorbeeld van? Dat je denkt, nou, er mag wel iets meer dit of iets meer dat? Nou, iets meer dat mensen die het met een modieuze stroming niet eens zijn, gewoon zeggen, wat is dat nou? Ik vind het wel een beetje overdreven. Of. Want dat gebeurt te weinig, vind jij? Dat vind ik wel, ja.
Maar ja, goed, ik... Ja, het is interessant, want je hebt natuurlijk zelf meegemaakt hoeveel kritiek het kan opleveren als je zoiets als kinderporno noemt. Hè? Je zei het net al, ik kreeg een lawine van reacties over je heen. Ja. Is het ook niet moeilijker geworden om iets fels te roepen? Omdat mensen sneller door sociale media... Dat is ook zo. En elke gek op Twitter kan meteen met een en vooral trollen. Die kunnen gewoon, dat is ook zo laf, hè? Ja, die kunnen dan van alles gaan zeggen. Dus die er niks van weten, die het boek niet... Dat vind ik erg. Dus wat krijg je? Dat mensen zich in gaan houden. Ja. Niet dat je nou de hele dag sterke dingen hoeft te roepen. Maar het moet toch wel mogelijk zijn. Dat je iets waar een zekere communis opinie over bestaat, dat je dat aanvecht. Dat moet gewoon mogelijk zijn. Dat is heel erg belangrijk voor de democratie. Heel erg belangrijk. Maar dat kan niet zo makkelijk. Oké, staat genoteerd. Dat gaan we nou ja. Gaan we ons best voor doen. Het kan ook anders, hebben we nu gehoord. Ik begon de inleiding ook met te zeggen dat je heel veel beeldend werk gemaakt hebt. Ze zeggen, één beeld zegt meer dan 1000 woorden, maar jij denkt eigenlijk precies het omgekeerde. Hè? Jij zei, ik wil meer context kunnen scheppen dan wat in één beeld mogelijk is. Ja, dat is zo. Maar het is ook vooral zo dat ik tegen dingen aanliep die ik waarvan ik het idee had dat ik ze beeld dat niet kan verwoorden. Zoals? Beeld dat niet kan uitdrukken. Nou ja. Zo'n boek als Ragelsrokje of zo, met alle nuances van verliefdheid en dingen die je daarover denkt. Nee, dat kan je niet met een beeldend werk uitdrukken. Dus het is anders. Want ja, ik vind niet altijd dat... Dat heb ik dan niet helder gezegd. Ik vind niet dat geschreven tekst meer uitdrukt dan een beeld. Ik vind een beeld juist vaak wel sterker. Het is zelden zo dat ik mijn gezicht afkeer van een tekst. Maar ik hoef maar een naar beeld te zien. Dus bijvoorbeeld beelden met dierenleed, daar kan ik dus absoluut niet tegen. Nou, dan heb je bijvoorbeeld iets, want dan zegt een ander. En met mensen dan, weet je wat, dan krijg je al meteen de discussie. Mm. Als je dit als voorbeeld geeft. En dan kan je zeggen, stel nou eens dat ik zo iemand ben die beelden met dierenleed slechter kan verdragen dan met mensenleed. Zou jij mij dan niet meer mogen? Je hebt het maar te accepteren, zou je dan kunnen zeggen. Ja. Want het is maar de vraag of een mens zijn attitude kan veranderen. Vind je dat niet? Dat is een heel interessant punt. Zeker. Jij ligt toch ook wel eens in je bed allemaal speciale dingen te denken? Speciale en jij komt er dan toch ook niet meer voor de dag? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En, het zou een stuk boeiender worden tussen de mensen. Je hebt het natuurlijk wel eens als je iemand heel erg goed kent in een... mijn man en ik zeggen ook wel eens, stel dat er luidsprekers in de slaapkamer zouden hangen. Bij wat wij allemaal bespreken. Hmm. Dus zouden we er niet zo best opstaan misschien. Nee, zijn alle sociale maskers af? Hè? Zijn alle sociale maskers af op dat moment? Nou, wat denk je zelf? Ik denk dat heel veel mensen die allemaal mooie taal uitslaan, tegen hun intimis soms hele andere dingen zeggen. Ja. Is het waar of niet? Of geloof jij dat niet? Ik ben het helemaal mee eens. Ja, maar dan klopt het toch eens niet? Ja. Maar het kan toch ook een functie hebben dat je in het openbare verkeer elkaar anders tegemoet treedt? Dat lijkt me best wel zinnig. Ja, ik ben ontzettend beleefd in openbaar verkeer. Ja. Dan mankeert het toch wel veel aan. Nee, dat vind ik ook heel goed, omgangsvormen. Nee, maar het gaat nou even om meningen of hoe je dingen ervaart. Wij hebben vandaag in de duinen gewandeld. We zaten terug in een trein.
die stopt opeens, want er was in die trein, die wordt niet zo vaak gecontroleerd, een hele leuke conductrice. Echt een ontzaggelijk leuke, aardige vrouw die met iedereen even een praatje maakt. Bijzonder, zoals je haar nooit ziet. En nou, net die werd toen ze iemand om een kaartje vroeg in een gezicht gespuugd en bedreigd. En toen stopte de trein. Nou, toen was ik wel zo ontzettend woedend. En toen zei ik, die kerel moet meteen afgemaakt worden. En toen zegt meteen een ander, weet wel wat je zegt. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Nou. Een soort morele politie is loert overal. Ja, dat vind ik overal loeren. Hoe zou je dat in een beeld kunnen tegengaan? In romans? Nou, dat moet zij maar doen. Ja, zeker. Maar is dat de reden bijvoorbeeld dat je ook geen schilderijen meer maakt? Dat je kijk, zoiets zou je. Dit zou een thema van een boek kunnen zijn natuurlijk. Ja. Maar een schilderij is daarvoor ontoereikend? Nou. Ja, ik weet dat. Weet, ja. In ieder geval, zoals ik. Ja. Zoals ik wil werken wel. Kijk, bij conceptuele kunst komen er hele andere dingen kijken. Dat is een heel andere insteek, een heel ander gebied. Maar dat trekt mij dus helemaal niet. Begrijp je? Ja, zeker. Dus, dan ik moet schrijven nu. Ja. Ik heb me wel laten vertellen dat je heel af en toe op de computer nog tekent. Klopt. Met een muis. Ja. Dat vond ik zo'n leuk detail. Ja, had ik dat maar even meegenomen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, een muis is eigenlijk een heel grof mechanisme. Ja. Gewoon, hoe heet het nou? Paint. Ja, in Paint. In dat menu. Nou, dan kan je dus potlood of inkt of wat ook kiezen. Maar je kan, kijk, als je op je iPad kan je allerlei potloden. Of je kan, ja, maar je kan ook op. Met Windows kan je die bamboe. Dat gebruik ik dus allemaal niet. Gewoon met de muis dus. Dat, ja. Gewoon met de muis. Ja. En door je beperkingen kan je dan wel heel mooie dingen maken. En wat maak je dan? Kun je er eentje schetsen voor ons? Nee, ik heb mijn iPad niet bij me. Dat is jammer. Nee, maar even in woorden dat we zien, dat we snappen wat voor taferelen daar dan ontstaan. Heel anders. Ja, dat is heel mooi. Ja, god, wat moet ik nou zeggen? De laatste, waar je mee bezig bent, met die muis. Ja, maar op het moment ben ik daar niet mee bezig. Weet je de laatste nog die je gemaakt hebt? Ja, jawel. Maar dat kan ik niet beschrijven. Ik vind dat je beeldende kunst haast nooit kan beschrijven. Dan zitten we wel verkeerd, want dat hebben we al ongeveer 90 afleveringen gedaan. Ja, dat is niks voor mij. Had het ons maar eerder verteld. Nee, dat kan ik niet. Okay. Dat kan ik niet. Stuur je hem op, het laatste wat je getekend hebt, met de muis. Dat kan ik best doen. Leuk, graag. Dan zetten we hem op de website. Gaan we kijken wat je in Paint nog kan maken. Laatste vraag. Er komt een nieuw boek, hè? We hebben het gehad over je uitspreken. En over, ten strijde trekken, voor zover dat kan ook in een boek. Waar gaat het nieuwe boek over? Hoe weet je dat er een nieuw boek komt? Ja, ik heb overal kleine helpertjes. Ja, dat klopt. Ik vertel nooit iets over een nieuw boek. Maar we hebben het ook gehad over je uitspreken en een beetje lef tonen, toch? Kan dit niet onder die noemer? Ja, ik zie het niet als lef, hoor, eigenlijk. Maar waarom? Ik vind het fijnste als een boek, in welke tijd het ook geschreven is, eeuwig menselijke dilemma's aansnijdt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Mm-hmm. En dat op een eigen manier. Ik bedoel, als je bepaalde gedachten hebt over de samenleving of hoe mensen met elkaar omgaan of dit of dat of wat mode is of niet of je voor bent of er tegen bent. Als je roman schrijft en geen pamflet,
Dat is iets anders. Zeker. Een pamflet zou ik ook wel kunnen schrijven. Maar dat vind ik minder interessant. Eenduidiger. Juist. Het wordt veel interessanter als het... Als er een bepaalde geheimzinnigheid bij komt. Als je de lezer op heel slinkse wijze op het verkeerde pad brengt. Hoe vind je die? Die is mooi. Juist. En dat ga je weer doen. Dat zou toch leuk zijn? Ja, dat zou heel leuk zijn. Nee. Mogen we dan een locatie weten? Of een... Is dat al te geven? Nee, dat zeg ik ook niet. Godverdorie. Nou, dan houden we het gewoon hierbij. Ja, het spijt me heel erg. Ik snap het. Ja, ik doe het niet. Nee, het moet eerst een voltooid leven krijgen in zijn vorm. En dan komt het naar buiten. Ja. We hebben een paint-tekening, daar ben ik al heel blij mee. Die komt onze kant op, toch? Ja. Heel goed. Inge. Dankjewel, hoor. Wat is er nog bijgekomen? Jij bedankt. Blijf nog heel even zitten. Misschien wil je nog op Inge reageren. Want die gaat even toch vertellen wat erbij is gekomen. Ja, wat is er nog bijgekomen? Het is inmiddels... Is de setting een soort theater aan het worden. Ja. En komen er zwangere vrouwen en apen bij. Dat is heel associatief, hoor. Dat, ik weet niet meer precies hoe ik daar terecht ben gekomen. Ik ook. Ik hou wel veel van apen. Minder van zwangere vrouwen? Of? Ja, daar hebben we wat jullie net zeiden. Als het een aap is. Je kan een verhaal steeds opnieuw schrijven. Of je kan een boek nog een keer. Maar dat, volgens mij Renoir heel losjes parafraseer. Die zei ook van je kan hetzelfde schilderij steeds opnieuw maken. Ja. En ik heb ook van bepaalde onderwerpen die blijf ik interessant vinden. En hoe dingen zich herhalen in de geschiedenis. Ja. En zo. Dus ik denk dat ik op zo'n manier dan ook via mijn pieta bij een soort evolutietheorie ben uitgekomen. Maar het heeft wel allemaal een beetje vanuit het hele verhaal. Het wordt nu een heel gelaagd ding, maar ik ben nog niet klaar. Het ziet er schitterend uit. Dankjewel. Fijn ook dat je met ons het experiment wilde aangaan. Zou ik dit even ophouden? Ja, is dat welke? Ik denk dat deze camera... Ja, ze worden continu gefilmd. Dus iedereen thuis heeft het sowieso gezien. Ik ga beter bekijken. Ik kan het ook zien. Ja, Slinger op Instagram. Heel goed. Dankjewel, Inge. En jij ook, Charlotte. Ja, dank zeker. Dat je wilde komen. Heel leuk. Ja, dan gaan wij door met Voor de Kunst. Zoals elke week eindigen we daarmee. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. Sanne Rietveld en Thijske Akerboom die schuiven zo aan en die willen graag een tentoonstelling maken met in de hoofdrol stalen frames. Althans, met als essentiële voorwaarde voor de tentoonstelling stalen frames. En daartussen moeten natuurlijk kunstwerken komen. Thijske? Ja. Wat moet het precies voor tentoonstelling worden? Ja, het wordt een heel erg een experiment tentoonstelling eigenlijk. Het idee dat we dus met vier verschillende kunstenaars één werk gaan maken, dat is voor ons ook eigenlijk heel erg een onderzoek. Omdat wij eerder samen een keer expositie hebben georganiseerd in een leegstaand winkelpand. Ja. Dat ging eigenlijk heel goed. We hadden toen eigenlijk helemaal geen middelen. Het was ook een winkelpand waar bijvoorbeeld helemaal geen licht was, geen water, geen gas. En het was helemaal gestript pand. Mm. En toen we daar kwamen, toen dachten we, deze ruimte heeft zoveel karakter al. Hoe kunnen wij daar kunst in gaan exposeren? En dat was eigenlijk goed gelukt, omdat juist die ruimte, daar hebben we gebruik van gemaakt. En zo kwamen we ook op de nieuwe locatie bij Fuse. Dat was ook een ruimte al met heel erg veel karakter en heel industrieel, totaal geen white cube eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het idee dat deze expositie ook weer een soort van iets aangaat met de ruimte. En, maar dit keer helpen jullie het lot een handje. Sanne, er moeten frames komen. Ja, dat klopt. Waarom die frames? Ja, dat is eigenlijk een beetje een idee dat ontstaan is ook weer eigenlijk vanuit Thijske. Toen we naar daar de opening van de Rijksacademie gingen, toen hebben we een kunstenaar gezien. Ja, misschien vind je het wel leuk om even te vertellen hoe dat bij jou ontstaan is, dat idee. Ja, het was eigenlijk toen we bij de Rijksacademie openkwamen, toen zagen we de eerste ruimte waar we binnenkwamen, het werk van Funda Gül-Özkan. Ik weet niet of iemand hem kent, maar het was zo geweldig, omdat het een aantal kasten waren. Het waren diorama's en allemaal verschillende wereldjes waren achter elkaar geplaatst. En wij dachten,
dat idee kan je ook op een hele grote schaal uitwerken. En dan niet het werk van één kunstenaar, maar juist in samenwerking met heel veel andere kunstenaars. En dat wordt natuurlijk heel spannend, omdat ieder een heel ander werk maakt. Ja. En hoe ga je ervoor zorgen dat elk werk op zijn manier heel erg tot zijn recht gaat komen? Sanne, hoe ga je ervoor zorgen dat elk werk op zijn eigen manier heel erg tot zijn recht gaat komen? Ja, nou, wat wel leuk is inderdaad, Thijs, ik vertelde net al dat we zoiets ook al eerder hebben gedaan in een oude, dat was eigenlijk een slagerij op de Dorpsstraat. Dat hebben we toen ook de Slaag genoemd. En omdat die ruimte inderdaad heel haak stond op de White Cube, was het heel interessant toen we daar expositie gingen organiseren, dat die ruimte dus heel erg aanwezig was. Dus als je daar een werk gaat exposeren, dan, ja, dus die ruimte speelde heel erg mee. Dus daar hebben we heel erg een onderzoek naar gedaan. En dat gebeurt nu dus weer. En met die diorama's creëren we eigenlijk, want het is een gigantische ruimte daar in de Fuse, het voormalige skatepark op NDSM. En door die frames creëren we eigenlijk in die grote ruimte weer opnieuw ruimtes. En om daar tussen die frames kunstenaars te laten exposeren, dan krijg je eigenlijk dat elke kunstenaar tussen die frames zijn eigen werk eigenlijk maakt. Mm-hmm. Ook deels geïnspireerd op die ruimte. Maar niet op elkaar geïnspireerd. Ja, degelijk inderdaad. Maar je hebt natuurlijk al wel een beetje je eigen stijl en je eigen interesses. En het is heel leuk omdat wij allemaal een heel andere kunstachtergrond hebben en verschillende mediums gebruiken, dat automatisch al wel inspireert. Dat je elkaar automatisch daar al mee inspireert. We gaan met onze materialen ook een beetje spelen door wel een beetje uit dat kader, uit het framework, een beetje naar elkaar toe te sluipen. En dan neemt de andere kunstenaar dat materiaal over en dat verwerkt diegene weer een beetje in zijn eigen werk. Kijk, het is een soort estafette kunst maken. Ik was zelf niet op dat woord gekomen, maar dat is wel heel goed. Dus schrijf het maar aan mij toe, dat is prima. Ja. Laatste vraag. Ik zei in de inleiding, er moeten frames gelast worden. Is dat inderdaad waar de kosten naartoe gaan? Ja, eigenlijk de kosten van het staal. Mm-hmm. En ook het zeil dat er tussen komt te hangen. En het lassen hebben wij besloten niet te doen. We hebben juist besloten om het allemaal zelf te maken. En de constructie van de frames zo te maken dat we het weer uit elkaar kunnen halen. En kunnen hergebruiken eigenlijk in een volgende constructie met misschien frames of een andere stalen constructie. Dus het wordt als het ware de ruggengraat van het werk, dat kan straks ook weer een nieuw werk worden in een volgend project. Het is heel spannend. Dankjewel. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Leuk dat jullie hier waren. En ik ga sowieso kijken als het gerealiseerd wordt. En dan ga ik vanuit naar vandaag. Dan kom ik kijken. Dankjewel. Je bent van harte welkom. Dankjewel. Dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk dat Inge hier maakte. En dan zie je ook de paintekening van Charlotte. Dat is natuurlijk super spannend. Volgende week zijn wij er weer. En dan is Sarah Blokland mijn gast. Graag tot dan.